Hey Blokker Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator of the Seasons, Apps of Heide. Het is weer vrijdag, dat betekent dat dit de laatste aflevering is deze week. En dan gaan we maandag gewoon weer lekker verder. Hey jongens, welkom al, leuk dat jullie er allemaal zijn. Eergisteren, heb ik een poll gedaan of we de Unimog moesten veranderen na de sprinten. En de meeste mensen die zeiden van, ja doe dat. Dus ik denk dat we dat ook wel gaan doen. Het is alleen wel misschien één dingetje. We kunnen natuurlijk die rondebalen kunnen we achter in de sprinten doen. Maar uiteraard is de Unimog is natuurlijk wel iets compacter en iets mobieler dan een sprinten. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar we gaan dus vandaag... Hij moet ook onderhouden worden, hoor ik. Vandaag gaan we in ieder geval deze gaan wij verkopen. En dan gaan we... dan gaan we de sprinten gauw kopen. Dan gaan we nog eventjes de koeien uitmesten en dan wil ik vandaag eigenlijk proberen om die bomen weer aan de gang te krijgen. En als we dan een beetje mest over hebben, dan kunnen we ook nog eventjes de kassen weer doen. Want we kunnen namelijk nog niks met de velden, er ligt nog sneeuw. Het is nog aan het vriezen, dus we kunnen eigenlijk nog helemaal niks. Dus dat is een beetje jammer. En mensen die zeiden ook van, Lars, waarom heb je nou maar 3 trekkers in plaats van 4? Want je had, vorig jaar had je de 4. Dat klopt, maar in principe hebben we eigenlijk ook niet meer eentje nodig. En mochten we dat wel nodig hebben... kunnen we dat altijd nog erbij kopen als we er geld voor hebben natuurlijk. Dus voorlopig blijven wij bij 3 trekkers. En nu we dan toch wat geld over hebben, wil ik vandaag misschien ook eventjes een nieuw veld kopen. Of misschien wel 2. En dan moeten we even kijken welke velden. Want het is natuurlijk wel eventjes één dingetje. Ik zou heel graag mais willen inporten. Of poorten eigenlijk. Mais willen poorten. Maar dat heeft niet zo heel veel zin, want ik heb gezegd dat we deze map 2 jaar gingen doen. Maar het kan ook best zijn dat we daar misschien dan toch nog wel 3 jaar gaan doen. Maar toch denk ik van, moeten we dat wel doen, 3 jaar? Aan de ene kant denk ik van, ja, dat moeten we zeker doen, want het is gewoon een hele leuke map. Maar aan de andere kant denk ik van, weet je, het is heel leuk hoor, zo'n map. Maar op een gegeven moment word je natuurlijk ook wat anders. Eventjes een geheel nieuwe map dat weer allemaal fresh is en weet ik voor wat. Dus ik zit daar echt over na te denken. Over een paar afleveringen zal ik eventjes een polletje maken als we kunnen zaaien. Of ik deze map 3 jaar moet doen, ja of nee. Want ja, we kunnen het wel 3 jaar doen. Laat ik het zo zeggen. Als wij het 3 jaar gaan doen, dan kunnen we mais gaan hakselen. Doen we deze map 2 jaar, dan hoeven we geen mais te poorten. Alleen maar graan, gerst, sojabonen en dinges. Want je kunt wel gaan hakselen. En het einde van de video, of het einde van de serie, dan is het eind herfst. Wat moet je dan in godsnaam doen met die silage? Ja, we kunnen het verkopen en dan dat geld weer overbrengen naar de nieuwe map. Dat is een mogelijkheid. Maar ik denk dat wij nog een behoorlijk wat geld gaan krijgen. Want we hebben natuurlijk heel veel velden, of heel veel trekkers hebben we verkocht. We hebben nieuwe trekkers gekocht. Ja, ik zit er nog echt over na te denken hoor. Of dat ook daadwerkelijk moet. Maar we gaan dus in ieder geval de bloksprinter kopen. We kunnen 4 ton wielen doen, is dat trailer hits? Ja, moeten we sowieso hebben in de safe tap ook. En mocht je afvragen, Lars, wanneer komt de sprinter nog op de site? Zodra die klaar is, want hij is nog niet helemaal klaar. Want ik wil hier onderop wil ik nog wat neerzetten. Ik weet nog niet wat. Hier kan ik nog wat neerzetten. Bloktransfer mag hier gewoon blijven. Ik kan eventueel hier ook nog mijn logo doen op de motorkap. En Nitrado en G2A, dat zijn natuurlijk mijn sponsoren. Dus... ja, voorlopig komt er niet op de site, want ik weet nog niet wat ik hier neer wil zetten, ook niet wat ik hier neer wil zetten. En de... hoe heet dat? De klakson, die moet ook even veranderd worden. Dus ja, ik weet nog niet wanneer die op de site komt. Helaas, ik zou het nog niet weten. Het spiet me donders. Maar goed, we hebben dus nu in ieder geval de sprinten. Dan kunnen we ook balen achterin gooien natuurlijk. Dus dat is ook super tof. En er zit gewoon heel leuk geluid in. Dit geluid heb ik van internet afgepikt. Van mijn netwerk kan ik toegang krijgen tot heel veel muziek, zeg maar. Dus toen heb ik ook sound effects. Dus heb ik ook dit opstartgeluid heb ik ook gewoon gedownload vanaf daar. Dus dat vind ik wel leuk. Oké. Zo. Hou je mond. Even kijken hoor. Moet even kijken waar we de sprinter neerzetten. Want we moeten sowieso moeten wij met de Tatra moeten we het mest doen, denk ik. Want dat we toch nog best wel wat mest hebben. En ik weet ook niet hoeveel mest erin kan. Moet straks maar eens even gaan kijken. Even kijken, waar zullen we de sprinter neerzetten? Ja, ik weet niet of die hierin past, namelijk. We gaan het kijken.
We kunnen hem ook wel bij de trekkers in doen, maar ja, dit is eigenlijk een auto, dit is niet echt een trekker. Als die hierin past, dan ben ik tevreden. Want de Amazone prooivopper die staat er ook. Past die hierin? Ja, joh, perfect! Hij past hier perfect! Mag die dicht? Als het goede is, knalt hij er niet in. Oh, perfecte Mentos. Alright, de. Die. Die heb ik nodig. En mensen die zeiden ook van Lars, je kunt gewoon een 30 km per uur motor kun je erin gooien. Oké. Ga ik toch even kijken. Mensen die zeiden dat. En ik had even teruggekeken en volgens mij zag ik inderdaad wel een 30 km per uur motor. Dus die gooien we er eventjes in en kunnen we iets harder rijden. En we moeten ook even kijken welk veld we gaan kopen namelijk. 20 km per uur, ja nou goed, dat is prima, maar... Sneller mag altijd natuurlijk, hè. En dan moeten we denk ik eerst de Amazone Profi-wapen eruit gooien. Want ik weet niet... of die ook de sprinten meetelt. Dus dat is ook eventjes een dingetje. Deze hebben we binnenkort ook weer nodig. Gooien we die er nu in. Even kijken. Ja, want ik heb nu... Ik kan dingen aanklikken, maar ik weet niet wat. Maar goed, we gaan eens even kijken. Configureren. Kijk, nou staat er 20. Ik zie de hele tijd 20 km per uur hier zo. Dus ik weet niet welke motor jullie bedoelen. Er staat hier 30. 20. Staat hier 30. Zou dat 30 km per uur zijn dan? Ja, denk ik. En mensen zeiden ook van, Lars, je moet gewoon de verrekenkoppeloptie doen. Maar dat doen we niet, want als ik weer die grote bak ervoor moet, dan kunnen we weer niet door de ingang. Dus we houden het gewoon bij de Weidemann koppeloptie. Four-wheel drive, Nokian two-wheel drive, Nokian two-wheel drive en front, Nokian four-wheel drive. Configureren. Dus zou die, kan die nou 20, 30 km per uur? Ja, nu kan hij 30 km per uur. Super, dank jullie wel jongens. We hebben nu Nokian tires. Nou, maakt misschien niet heel veel uit. Kijk, nu kunnen we 30 km per uur met de shovel. Dus dat is wel lekker. Al die kleine beetjes helpen natuurlijk. Mag de Amazone Profi-wapen mag ook weer terug. En dan mogen die weer dicht. En die ook weer dicht. Huppakee. Moeten we eventjes... Want we hebben zo ongelooflijk veel mes, hoor. Dat is niet normaal. Dus laten we eventjes de Tatra er ook bij pakken. En we kunnen de Tatra kunnen we ook wel aanpassen, hoor. Dat we een nieuwe vrachtwagen gaan kopen. Maar ik zit er toch over na te denken. Want het kost natuurlijk wel allemaal geld, hè. Hoeveel mest hebben de koeien eigenlijk? 22.000. Ja, daar zijn we nog even mee bezig. Kijk, en nou zou ik eigenlijk mijn camera dus weg moeten doen. Vanwege de... Waarom pakt hij nou niks op? Zodat we nu achter ons kunnen kijken. Ja, op zich. Maakt er niet zo heel veel uit. Kijk, maar nou kunnen we dit kunnen we dan namelijk gewoon heel mooi uitmesten. Halen we even de Tatra op. Heb ik hier. Tatra, hier kom. Ach. We moeten alles onderhouden hier. Dang it. Dat doen we een andere keer. We hebben ze nu nodig. Dan moeten we wel eventjes de container omlaag doen. En dan hoop ik dat ook de volgende aflevering maandag... Dat de sneeuw allemaal weg is. Of als het gaat sneeuwen... Dat het dan ook weg is. Want ja, sneeuw is leuk, maar we kunnen verder nog helemaal niks. Snap je? Dus vandaar. Kan ik hem niet? Ik kan hem niet verder naar beneden doen. Zie je dat?
Ik kan niet verder keepen dan dit, oké. Maakt op zich niet zo veel uit. Nou, dan ga ik wel even uitmesten, want dat hebben we vorige keer natuurlijk ook gedaan. Maar omdat ik dus die case Magnum had gekocht, heeft hij het niet opgeslagen. Dus jullie kunnen dit wel gaan bekijken, maar dat is ook niet waar. Dus laat ik dit eventjes gaan uitmesten. En als die helemaal uit is gemest, dan gaan we even kijken hoeveel de... hoeveel mest de bomen nodig hebben. En dan kunnen we kijken hoe vol we de tatter moeten gooien. Alright! Dit is het ene laatste bakje. We hebben nog een klein bakje. Ik weet dat jullie de camera niet kunnen zien. Maar dat hoeft niet. Voor één bakje hoef je de camera niet te zien natuurlijk. Maar de Tatra zit nu al 50% vol. Dus er zit 25.000 liter aan mest in. Dus ik denk niet dat wij nou nog even hoeven te kijken hoeveel die nodig heeft. En ik weet ook niet of wij überhaupt kunnen keepen of dat we het ook moeten scheppen, zeg maar. Dat mest. Dat kan ik me niet meer herinneren. Dus we rijden zo meteen gewoon eventjes met de Tatra naar de bomen. Dus even kijken hoeveel... volgens mij kunnen we gewoon keepen. Dus dat zal wel makkelijk zijn. En als we er nog wat over hebben, kunnen we even nog naar de broeikastje toe gaan. Zullen we daar ook alles in gooien. Nou. Deze mag hier staan. Want we hebben ongelooflijk veel mest. Het lijkt heel veel mest, maar ik denk als wij straks gaan mest strooien, dat het heel erg tegenvalt. Denk ik. Weet ik niet zeker, denk ik. Dus dan mag de container mag omhoog. Even wachten. Ja. 22.000 liter is toch wel voldoende, ja. Voor die bomen. Lijkt mij. En er gaat ook regenen vandaag, zag ik. Dus moet ik rekening mee houden. Niet dat er veel kan gebeuren, hoor, maar... dit blijft altijd een lastig bochtje, dat. Zo, kijk, waar wij hebben gestrooid, daar is het sneeuw al weg. Dus dat is wel ideaal. Nou, dan zijn we bij de bomen. Daar heb ik alleen niet gestrooid. Maar dat maakt niet zoveel uit. Nou, als het goed is, kunnen wij dit dan gaan keepen? Volgens mij kan dat niet, joh. Dang it. Shit. Nee, ah, poep. Zullen we dat in Nieuw-Holland gebruiken? Dan doen we in Nieuw-Holland onder de Tatra. Ja, laten we dat doen. Pak even de Nieuw-Holland. Heeft de bak er al voor, wat goed is? Nee, helemaal niks. Even het gewichtje achterop. Want die is hier. Zo. Een bakje ervoor op. Mijn side-deck zit los. No. Alright. Deze bak is nog steeds erg mokertje groot, hoor. Kunnen hier wel langs. Kijk, en dan moeten we wel de hele tijd, hup, kijk, en dan moeten we nou hier weer instappen. Dan kunnen we keepen, dan wordt dat ding gevuld. Een kleine gang, kijk, dan hebben we 4000 liter. Kijk, nu hebben we gewicht ervoor, dus dan kan de Nieuw-Holland al een stuk beter aan. Oké, en als het goed is, kan ik het daar gewoon zo keepen. No, klopt dat? Ja, dat klopt. Oké, okay, dit is dus 1000 liter per boom. Oh. Maar dat ziet er wel geinig uit, dat mes zo. Maar we hebben 8 bomen, dus dat komt helemaal goed uit. Moet ze straks alleen nog in water geven. Zo.
Het zou makkelijk zijn als ik gewoon vanuit de trekker een knopje kan drukken. Ploep, doe even keepen. Dat was makkelijker geweest. Maar deze bak is ook veel geworden. Dan de Weideman. Maar de Weideman is ook een ja, hoe zeg je dat? Een multifunctioneel dingetje, dus die hoeft niet heel groot te zijn. Die kun je gewoon voor kleine dingen kun je die inzetten, dat is ideaal. Zo. Ik heb er wel wat naast gegooid, maar goed. Zo. En dan de laatste. Hoeveel mes zit daar nou nog in? We hebben 8000 liter, dus dat zou 16.000 liter zijn of zo. Zou dat genoeg zijn voor de kassen? Maar laten we eerst even de bomen doen. Dan pakken we nou remmen. Even de sprinter erbij. En dan de watertank erachter. Even kijken hoor, waar die watertank is. Maar ja, die zit daar aan de andere kant. Dat is wat nadeel dat die... dat die spiegels het niet doen van deze sprinter. Maar ja, goed. Je kunt niet alles hebben, hè. Wat goed is, is de watertank hier. Nee, dan denk ik dat die hier is. Ja, daar is die. Ziet er misschien een beetje lomp uit. Zo'n gore dikke sprinter met een klein wagentje erachter. Maar dat maakt niet uit. Dat gaat om die neer. Maar ik denk dat we nog wel eventjes moeten vullen. Dus dat gaan we eerst even doen. En dan geven we de bomen geven water. En dan levert die ons weer wat geld op. Als het goed is. Right, daar zijn we dan. Met het water. En ik weet ook niet hoeveel water ze nodig hebben. Niet zo heel veel. Bijna helemaal niks zelfs. Maar volgens mij hebben ze ook nog, hadden ze ook nog een klein beetje water. Het zou best kunnen hoor, dat ze nog water hadden. Maar het is hier een beetje vervelend hier met dat sneeuw. De sprint heeft een beetje moeite met optrekken en zo. Dus ja. Dat kan wel, maar je kan wel merken dat hij er een beetje moeite mee heeft. Want je hebt natuurlijk niks geen grip in de sneeuw. Zo. Kijk, zoals nu ook, ik geef gas, maar ik kan geen kant op. Omdat hij geen grip heeft. Nou, dan gaan we naar de andere boom. Dan kom je zo achterwaarts erin. Er staat ook dat we regen krijgen vandaag, maar hoe laat? Geen flauw idee. Andere boom. Andere boom. Deze hebben we volgens mij al gehad, of niet? Even kijken, hoor. Even elke boom nou water. 95, 98, 196, 198, 198, 196, 196, 196, 500. Ja, alles heeft nu troep. Top! Nu is alleen nog even naar de kassen toe gaan, want die hebben natuurlijk ook water nodig. Dan gaan we met de hele stoet gaan we erheen met z'n drieën. Doen we de kassen nog eventjes. En dan hebben we vandaag toch al best wel wat gedaan, vind ik. Oké, daar zijn we. Het is echt een gestruggel, want ik heb hier namelijk niet gestrooid. Dus het is hartstikke glad. Dus de Tatra die vliegt alle kanten op. De Sprinter vliegt alle kanten op. Dus ik moest alles, moest ik zelf hier naartoe rijden. Dus dat is een beetje jammer. En het is ook alweer bijna avond. Dus ja, maar goed. Ik hoop dat het nu een beetje goed gaat. En ik weet niet of wij dat mest... Of we dat ook daadwerkelijk kunnen keepen. Of dat we dat ook met de bak moeten doen. Dat kan ik me niet meer herinneren eigenlijk. Kijk, want hij kan die bocht helemaal niet nemen. Omdat hij wegglijdt door de sneeuw. Dat is best vervelend. De Sprinter die staat wel gigantisch in de weg. Zal ik even de Sprinter hier inzetten. Hier zo. Zie je dat? Hij glijdt gewoon helemaal weg. Even een keer. Dan gaan we dat eens even testen. Of ik dat kan keepen of dat ik dat... met een bak moet doen. Ja, dat moet je met een bak doen. Dat had ik al wel gedacht. Is op zich ook logisch natuurlijk. Dus dan moeten we het
Nieuw-Holland weer bij hebben. Ik weet niet of wij voldoende mest hebben hoor. Als we overal maar in ieder geval één bak neergooien, dan is het goed. Snel. En dan hoop ik dat dit ook werkt. Nee, want omdat ik op een hele rare positie zit. En de bak die kan ik niet goed onder. Kan ik niet keepen. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik neem aan dat dit toch wel goed moet zijn. Juist. Hoppakee. Dat is bak nummer 1. De gewoon, nee, keep ik er weer alles naast. Het is toch ook ongelooflijk. Maar waarom zetten ze ook in godsnaams die kassen hier neer? Je hebt er toch ook geen ruimte om hier te keepen, jongens. Wat is dat voor onzin? Oké, dus één trailer, of één bak kan hij sowieso hebben. Echt een gestruggel met dat sneeuw, echt waar. Zie je hem helemaal wegglijden? Nou, keep hem met dat ding. Volgende bak bijvullen. Zo. En 3000 liter in. En de rest keepen we dan wel gewoon hier neer. Dan hebben we hier ook een klein beetje mest. Want natuurlijk niet alles past in de bak. Als wat we hier hebben, gooien gewoon daar waar de trekker of waar de vrachtwagen staat. Waar de vrachtwagen staat. Maar ze hebben in ieder geval hebben ze nu mest. En ik heb er ook wat naast gegooid, maakt niet uit. Ik moest alleen nog even water geven. Snel, het wordt donker. Oh. Nou, laten we eerst die doen. Maar ik weet ook niet hoeveel water ze aannemen namelijk. Laten we eerst dit ding bijvullen. Het kost wel een klein beetje geld. En hoe zit het met de dieren dan? Ja, schapen hebben wat hooi nodig. De koeien daar ben je zo druk mee bezig. Ja, dat is niet normaal. 112.000 liter, dus we kunnen ook al gaan injecteren met de Kaweco straks. In de lente gaat helemaal niet goed komen. En dan gaan we het mest, gaan we denk ik op het gras gooien. Ik denk dat dat wat het beste is. Alright, in de tussentijd dat deze wordt bijgevuld, wil ik even kijken welk veld we gaan kopen. Veld 3 is een optie. Hier, hoeveel kost die? 205.000 euro. Dat is op zich een mooi veld, mooi recht veld. Dus ik denk dat we veld 3 gaan kopen. Heb ik hier misschien dan nog een extra veld erbij. Ja, zeg het maar. We hebben nu veld 1, 2, 3 en 4, veld 7, veld 10 en veld 42 en veld... Dat was hem. 1, 2, 3, 4, 7, 10 en 42 is van ons. Veld 20 is een optie, is een groot veld. Hoeveel kost die? 402.000, net iets te veel. Nou, en anders laat maar in de reacties weten, jongens, welk veld ik eventueel nog erbij moet kopen. Moet niet zo'n heel groot veld zijn. Maximaal 200.000 euro. Laat even, kijk even goed op de map, welke veld ik in principe moet gaan kopen. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 7 Seasons Edge of Heide. Ik rijd alle voertuigen even terug naar de boerderij. Laat nog heel eventjes de tijd doorspoelen. Het gaat regenen, ik weet het. Het spel gesynchroniseerd. En als het goed is, is de sneeuw nu weg. Ja hoor. Even een klein beetje doorspoelen zo. Ik denk dat de dieren nu wel eten nodig hebben. Dus ik ga de varkens of de schapen weer even eten geven. Maar de sneeuw is weg. Dus we kunnen al met het veld beginnen. Dus de volgende aflevering zouden we eventueel mest kunnen gaan rijden. Weet ik veel waar. Dus ik denk dat we de volgende aflevering dat we maandag mest gaan rijden. Met de mest verspreiden. In ieder geval op de grasvelden. Zodat dat bemest is. Kijk, het gras groeit ook al. Hartstikke mooi. En we hebben nu net dit allemaal bijgevuld. Maar ik kan je vertellen dat het nu alweer binnen leeg is.
85 en 80. Maakt niet uit. Ik breng alles terug. En dan is de volgende aflevering gaan we bemesten. Want het is lente. Yay. Bedankt voor het kijken. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het natuurlijk ook zeker eventjes. Vergeet niet om op het belletje te drukken. Dat zou ik super tof vinden. Het gaat de laatste tijd echt ontzettend lekker met Blocky Games. Er komen heel veel abonnees bij. De video's worden ontzettend goed bekeken. Dus super tof. Laten we het lekker volhouden. Dat zou super gaaf zijn. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer, jongens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!